Het nieuwe pakkettensorteercentrum dat op bedrijventerrein Stichtse Kant in Almere komt, gaat honderden banen opleveren. Dat heeft PostNL bij het slaan van de eerste heipaal bekendgemaakt. Wij gaan hier 50.000 pakketten gemiddeld sorteren en ook distribueren. En dat doen we met ongeveer 400 mensen die wij hier ook lokaal zullen werven en lokaal zullen inzetten. Ja, want dit zijn echt nieuwe banen, hè? Dat zijn nieuwe banen, dat krijg je met groei. Dus wij zijn eigenlijk continu op zoek naar goede vrachtwagenchauffeurs. Mensen die het leuk vinden om te distribueren en dat pakjes willen sorteren. De wereld van het bezorgen van pakjes is big business. En nu was het echt hoog tijd om regio Almere serieus te nemen. We zien dat daar een groot afzetgebied is voor ons. Je ziet dat de regio Almere groeit natuurlijk heel hard qua aantal inwoners. Ook het gebied Lelystad erachter. En het past eigenlijk heel mooi in ons netwerk. We hebben de 23e depot gaan we hier neerzetten. En dat past mooi tussen eigenlijk Zwolle aan de ene kant, Apeldoorn aan de andere kant en Amsterdam weer aan de andere kant. En daarmee krijgt bedrijventerrein Stichtse Kant er, met de 2,3 hectare grond die PostNL heeft aangekocht, een grote bewoner bij. Het is een van de terreinen die we ontwikkelen. En je merkt dat de economie weer aantrekt, gelukkig. Maar als je dan een partner als PostNL kunt verwelkomen, dat is natuurlijk een ontzettend mooie toevoeging aan zo'n terrein. Nou, wij groeien heel hard, de hele e-commerce-markt groeit heel hard. En dat is ook de reden dat wij toch wel minimaal 3 depots, het pakkettensorteercentra per jaar eigenlijk groeien. Om die groei bij te kunnen benen en ook erop in te kunnen spelen. En te kunnen zorgen eigenlijk dat wij een steeds betere propositie hebben voor onze klanten. Eind maart moet de nieuwbouw klaar zijn.